We wandelen door een steegje in het bos hier. Natuurlijk ontstaan. En dan komen we op een bosperceel, gemengd bos, loof, eikenbomen. Met in het bos een zevental grafheuvels, zeven heuvels die inmiddels zichtbaar gemaakt zijn. We staan op de hoogste. De eerste die ligt achter mij, dat is die ligt het meest naar het westen toe. Die ligt tussen de eiken. Die is inmiddels vrijgemaakt. Dit is de tweede. We hebben hier de geschakelde, zou ik bijna zeggen. Waarschijnlijk voor een hele grote familie geweest. Grafheuvels, we treffen ze overal in de provincie aan. De meeste liggen op de stuwwallen van Noordoost-Twente en rondom de Sallandse Heuvelrug. Maar ook in de kop van Overijssel vinden we een aantal grafheuvels. De heuvels zijn meestal een halve tot 2 meter hoog en hebben een doorsnee van 8 tot 10 meter. Ze zijn duizenden jaren oud en een tastbare herinnering aan de eerste landbouwers die zich op de hoger gelegen gronden vestigden. De grafheuvels waren hun begraafplaatsen en lagen meestal vlak in de buurt van de toenmalige nederzettingen. Het bijzondere van de grafheuvels bij Oldenzaal is dat er 7 vlak bij elkaar liggen en dat ze min of meer vergeten waren. Landschap Overijssel, die veel grafheuvels restaureert, wist niet eens af van het bestaan. Toen ik hier kwam, dacht ik van, het zijn toch heel mooie heuvels en ze liggen ook vrij dicht bij elkaar, zo in een klein stukje. Dus ik was wel verbaasd erover, ja. Het landschap wist geld bij elkaar te sprokkelen en inmiddels is de restauratie in volle gang. Nou, we zien hier nog de laatste werkzaamheden die verricht worden voor het verwijderen van de humuslaag. En we zien dat tegelijkertijd nou de bomen en alles weg zijn, dat er ook wel een heel groot gat in is gemaakt. En waarschijnlijk zijn het toch plunderaars geweest die op zoek waren naar een schat en die aan het graven zijn geweest. En ja, het is niet bekend of er iets gevonden is. Maar oorspronkelijk zijn ze mooi rond geweest. Dus nou komt, binnenkort komt dan ook Rob Datema van Erfgoedbeheer. En die zal ze helemaal ingaan meten eigenlijk hoe ze oorspronkelijk geweest zijn waarschijnlijk. En zo worden ze ook weer aangevuld eigenlijk door het oorspronkelijke profiel. Afgelopen vrijdag was dat moment dat de grafheuvels werden ingemeten. Zodat de informatie kan worden vastgelegd voor het nageslacht. En de grafheuvels, als het goed is, nooit meer vergeten zullen worden. Nou, ik heb er misschien wel een economisch belang bij. Ik ben zelf ondernemer in het Hulsbeek. Ik heb het vakantiepark Reka, het villapark Reka. Ik ben medeoprichter van de ondernemersvereniging in het Hulsbeek. We zetten ons in voor een toegankelijke, een interessant Hulsbeek. Maar ook het naar boven halen weer van de historie van het Hulsbeek. De vergeten hoek eigenlijk, dat we die ook zichtbaar maken. En dat we ook een stukje beleving aan het Hulsbeek kunnen toevoegen. Naast alleen het water, de recreatie en de schitterende grote evenementen. Ja, we zien hier dus dat er heel veel dikke bomen gezaagd zijn. En wat is het belang daar nou van? Nou, met windworp trekt hij de heuvel open, dus als die boom omvalt. Maar ook de wortels die gaan de heuvel in. Dus ook binnenuit beschadigt zo'n boom, die beschadigt dus die heuvel. En vandaar dat deze bomen dus nu gezaagd zijn. De mensen die komen niet meer alleen voor de hele dag aan de strand liggen. Ze willen ook wat beleven, ze willen ook wat zien. En dit is echt uniek in het hele Twentse gebeuren en als we samen met het landschap hier iets kunnen maken waar de toerist ook van verre naartoe wil gaan komen, ja, dan is het helemaal af.